Jan Fokkens, VNO-NCW. Dank u kijken. Nou, dankjewel. Dankjewel ook Paul en Jasper om het allemaal toe te lichten. Wij zijn ook onderdeel, wat ik jullie ga vertellen, van het impulsprogramma Kader Richtlijn Water. Dat is ook ontstaan. En jij bent bestuurder en we hebben het over mensen en middelen. Dan weet je ook dat prioriteiten gesteld worden en mensen en middelen volgen. Dus dat is de uitdaging aan de bestuurders als we dit soort dingen hebben over mensen en middelen. Ja, Kader Richtlijn Water. Ik heb in het begin heb ik wat dingen gezet, maar het actieprogramma. Dat weet u allemaal, schoon, ecologie, chemische morfologie. Dit kennen jullie ook, heeft Jasper en Paul allemaal al verteld. Fijn, maar ik heb deze presentatie ook van de week gegeven bij de ILNT. Dus daar waren mensen die wat minder in het ding zaten. De 42 stoffen. Dit is wel de historie. Maarten van Rossum, die woont toevallig een paar huizen verder. Die zegt altijd, als we het verleden niet kennen, strompelen achterwaarts de toekomst in. En daarom vind ik het verleden wel heel belangrijk. En waarom is het verleden heel belangrijk? Omdat toen wij in 2000 met de kaderrichtlijn water begonnen in Europa, heeft Nederland gewoon gezegd van, wij hebben goede milieuwetgeving, wij doen gewoon niet mee. We zoeken het maar uit, we laten de Wageningen een beetje de watergangen controleren en doelen stellen. En dat is misgegaan. We hebben gewoon, ik ben in 2006 bij het ministerie geroepen, toen bij het ministerie van Vrom. Bij Van Geel, volgens mij was dat, en bij Ruud Sino, mijn goede vriend Ruud Sino. Die zei van, jij bent voorzitter van de Europese Milieuorganisatie voor de Spoorwegen. We waren met bodemrichtlijn bezig en andere dingen. Wij doen niet mee. Dus ga ook niet in Europa vertellen dat wij als Nederland meedoen met milieuwetgeving uit Europa. Dat is wel een probleem geweest. En dat heeft is ook een deel van het probleem van de kaderrichtlijn water die we nu hebben. Ik wil het niet afschuiven, dat is goed. We moeten vooruitkijken en dat zal ik ook in de rest van de presentatie gaan doen. Vooruitkijken en samenwerken. En dat is wat ik hoorde bij mijn voorgaande sprekers ook. Het enige hoe het lukt is gewoon samenwerken. Het samen oppakken, want anders kunnen we net zo goed stoppen. Ik zag net ook 239 bij onze Zuiderburen. Oei, ik zal dat niet intern verkondigen, want dan... Ik weet niet of de vlag uitgaat, maar in ieder geval geeft het een beetje meer rust als we dat in Nederland ook gaan doen. Ik ga jullie vertellen over de aanpak KW bedrijfsleven. Ja, het is een besef van een opkomend probleem. Ik heb hem zelf verzonnen. Een nieuw stikstofdossier, dat willen we niet. Nou, zal dit niet zo vaak lopen, maar voor de urgentie te bepalen binnen VNO-NCW MKB Nederland, was dat wel een eye-opener. Van uitstel komt nog geen afstel. Dat heb ik aan de struis voor, want we hebben natuurlijk, en dat is ook weer in de historie, we hebben uitgesteld. Maar daar komt geen afstel van. En laatst ga ik je even vertellen waarom een actieprogramma. En dat is eigenlijk al verteld. We moeten samen gewoon dit oplossen. En gelukkig zag ik bij mijn vorige gesprek dat de industrie onderaan stond. Dat heb ik al vaker gehoord. Dat in principe de industrie maar verantwoordelijk is voor 2% van de lozingen. En dat... Hè? Maar dat wil niet zeggen dat daar ook grote lozingen bij zijn. En ik ga eens even verder. En ja, weet je, dit is heel modern. Hè? Mijn kinderen zijn moderner dan ik. Dan gooi ik er door ChatGPT in. En dan zie je op een gegeven moment wat de KOW is. En dan zie je heel duidelijk van... Ja, lidstaten kunnen er niet van aan voldoen. Die vragen uitstel. Het is allemaal moeilijk. Maar de belangrijkste vind ik eigenlijk de complexe bestuurlijke inrichting van Nederland op die kaderrichtlijn water te halen. En dan gaat het om wie zijn betrokken bij het waterbeheer, Rijk, provincies, de gemeentes, noem het maar op. Dan krijg je dus inefficiënt en gebrek aan coördinatie. En ik zit hier bij de waterschappen volgens mij en bij allerlei andere partijen, overheidspartijen. Dit is wel heel belangrijk om die dingen te halen. We moeten het wel... samen doen en ook gewoon goed coördineren. Neem de regie. En dan kijk ik inderdaad naar de IMW om dat te doen. Neem de regie en ga aan de slag. En daar is natuurlijk ook een discussie over wie gaat dat betalen. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd van nou, we gaan de industrie weer eens belasten of weet ik allemaal meer. Ik sta voor de industrie op dit moment. Dus dan zeg ik van nou, uiteindelijk, daar hadden we het net ook over, ik denk dat de consument uiteindelijk degene is die de rekening betaalt. Zeker als je kijkt naar de vierde trap zuivering en de farmaceutische industrie, die dat niet weigeren, die zeggen ik doe het alleen als ik de pillen kan verhogen. Dat wil die wel niet, dat wil die wel niet. Dus we zitten hier in een complex probleem. Wie gaat het betalen? Ja, dat wordt
aan ons die hier zitten, consumenten, als wij gewoon wat anders omgaan met afval, waterketen en dergelijke dingen, kost het ook minder geld. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die we allemaal al weten. Even over het actieprogramma. Wij zijn dus onderdeel van het impulsprogramma kaderrichtlijn Waal van INW. Wij hebben een incidentele subsidie gekregen om dit uit te voeren. En daar zijn we mee begonnen in 2022. Paul was er onder andere bij betrokken. En Ruud Teunissen is daar ook bij betrokken, de naam ook al genoemd. En we zijn begonnen met het opstellen van een actieprogramma. De subsidie is verleend in november. We zijn begonnen met het informeren van de achterban. Dus vertellen van jongens, jullie zijn, we moeten aan de slag. We moeten aan de slag. En het gaat over de leden van VNO-NCW en MKB Nederland. Er zijn heel veel bedrijven bij aangesloten, maar denk niet dat wij alle bedrijven... We zijn, net als de VNG, een ledenvereniging. Die betalen contributie. En met die contributie gaat VNO-NCW en MKB Nederland lobbyen in Den Haag en bij gemeentes en anderen om ja, de industrie en het MKB op een, ja, gewoon daar profijt van te hebben. Dus het is net als de VNG. Wij zeggen altijd de één na sterkste lobbyvereniging, VNG 1, VNO-NCW 2. En we zijn nu bezig met het ontwikkelen van instrumenten. En dat is eigenlijk hetgene waar ik hier sta. En daar wil ik het met jullie over hebben. Want dat is het allerbelangrijkste, dat we gaan dingen gaan doen. Hè? We hebben nu 24 jaar erover gekletst. En nu gaan we dingen doen. En ik was ook blij met de presentatie van de voorgaande sprekers. Dat ook de urgentie daar nu ook mooi gezien wordt. Wat gaan we doen? Ja, het actieprogramma pakt niet alles op en niet alles kan tegelijkertijd. Helaas is dat een feit. Dus we gaan allerlei dingen doen. En wat is de scope van het actieprogramma? We gaan kijken naar de, met name oppervlaktewater. Dat is waar het, ik denk dat dat het belangrijkste punt is. Grondwaterrichtlijn. De grondwater is natuurlijk ook, ja, natuurlijk net zo belangrijk. Als ik praat met de drinkwaterbedrijven is dat natuurlijk het belangrijkste wat er is. Maar we gaan focussen op het oppervlaktewater. Zowel directe als indirecte lozingen. Directe lozingen zijn er waarschijnlijk, ik weet het ook niet precies, maar ik denk 1600, ongeveer 800 bij Rijkswaterstaat en 800 bij de waterschap. En die directe lozingen, daar hebben we lange tijd niet goed naar gekeken, als ik het even zo mag zeggen. Daar moet iets gebeuren, dat moet bezien en herzien worden. En dat is best lastig. En er zijn sommige, we zijn nu met pilots bezig bij de scheepswerven. Jip die in de zaal zit, die is daar samen met mij betrokken bij de scheepswerven. En dan kom je erachter dat er gewoon echt wat achterstallig onderhoud is in vergunningen en dergelijke dingen. En dat zal niet alleen daar zijn. We zijn ook met de afvalbedrijven bezig. En er moet echt nog wel wat gebeuren. We zijn met toezicht en handhaving en ook de bedrijven hebben het gewoon maar van, ah, het is goed, het is prima. Ik voldoe aan de vergunning en we gaan gewoon verder. En we produceren en we doen gewoon verder. En ja, dat moeten we nou iets, daar moeten we mee aan de slag. Dat is heel simpel en dat weet ook iedereen. Dat hebben ook iedereen verteld. Brongerichte maatregelen, vergunningen en meldingplichtingen, lozingen daar waar we mee aan de slag gaan. En bedrijfstak benaderen. En dus dat is via de branches. Hè, bijvoorbeeld zo'n Metalen Unie heeft 18.000 leden. Dan gaan we via de branche proberen met doelgerichte acties. Proberen we de leden van die branchevereniging te vertellen van, joh, doe iets. Metalen Unie is... Denk ik 98%, 99% is dat indirecte lozingen. Maar daar moet je ook mee in de slag. En, dus daar zijn we mee bezig. En het belangrijkste is, waar ik het eigenlijk even over wil hebben, is de self-assessment en de waterscan. Die is ontwikkeld in samenwerking met de waterschappen en met RWS. Op dit moment... En dat is eigenlijk al een paar een jaar gaande, sinds we met de subsidie bezig zijn, is er een directieoverleg met Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen en VNO-NCW over hoe gaan we dit gezamenlijk aanpakken. Hoe gaan we nou gezamenlijk aanpakken dat we die kaderrichtlijn water, en ik 2027, een fantastisch getal, maar gaan we gewoon niet halen, dat weet iedereen hier. Maar we moeten wel in 2027 goed op weg zijn en een goed verhaal hebben wanneer we het dan wel gaan halen. En dan maakt het getal niet uit of we nou 2,39, 2,35 hebben.
als we maar gewoon een goed onderbouwd programma hebben om het te halen. Om het gezamenlijk te halen. En 2050, ik zeg altijd tegen onze leden, als ze mij vragen hoe zit dat, is het, jongens, 2050 mag je niets meer lozen. Dan is het, dan hebben we de Green Deal en dan hebben we een Zero Pollution Act. Ook heel, ja, lijkt me ook zeer zinvol dat je als bedrijf, als je iets wil gaan lozen, of RWZI of iemand anders, dat je moet gaan kijken van waarom zou ik de omgeving moeten belasten met mijn afval of met mijn afvalwater of andere zaken. Dus dan moet je ook, dat geldt ook voor consumenten, waarom zou ik dingen moeten weggooien uit mijn huis? Zo kun je het ook bezien, hè? En dat zijn dingen die heel belangrijk zijn om daar een beetje over na te denken. Dat we gaan naar 2050, willen we naar nul toe. Dus laten we ook die tijd nemen om inderdaad naar nul te gaan. Wat gaan we nou eigenlijk de komende tijd doen? En er staat 2023, 2024, maar dat denk ik dat ook overloopt naar 2025. En dat is webinars voor bedrijfstakken. Dus mensen vertellen wat op ze afkomt. Want er is best veel onduidelijkheid. Een gemiddeld MKB-bedrijf is 7 personen. Dus die hebben niet altijd precies voor ogen wat ze nou aan het doen zijn, wat ze nou lozen. Daar komt ook nog bij dat bij producten die uit het buitenland komen, of producten die gewoon van buiten de EU komen, alles onder de 0,1% hoeft niet te verteld te worden wat erin zit. Dat is een groot deel van het PFAS-probleem. Er zijn factsheets aan het maken, presentaties, daarom zit ik hier om te vertellen wat we doen. Zodat jullie ook weten, dat de bedrijven in jullie regio ook weten dat wij daarmee bezig zijn. En dat jullie daar ook met de bedrijven aan de slag kunnen. Maar joh, ik heb van die Fokkens gehoord dat VNO-NCW daarmee bezig is. Dat moeten ze weten. Of in ieder geval komen ze de komende tijd te weten dat ze daarmee bezig zijn. En we proberen ook gewoon een helpdesk, hoe moet ik het zeggen? Een helpdesk te kijken, want dat mensen vragen kunnen stellen. Wat kan ik doen? Wat moet ik doen en waar moet ik aan voldoen? Dus we proberen ze op alle manieren te helpen. Inventarisatie, welke bedrijven zijn het nou? Want we weten dat ook gewoon niet. We weten ook gewoon niet hoeveel directe lozingen weten we nog wel. Dat kun je nog makkelijk opvragen. Dat weten waterschappen en RWS wel. Maar indirecte lozingen, dat zijn er zo ongelooflijk veel. Meer dan 200.000, dat is best lastig. Dat is van de kapper op de hoek. Tot en met een gemiddeld groot metaalbedrijf. Sterker nog, geen moers loost op het riool. Dus dan weet je ongeveer over welke bedrijven het gaat. Dus het is best veel. En dat moet je wel weten wie, wat, waar en waarom. En die wil je bereiken. Want namelijk, informatie is het begin van oplossingen verzinnen. En oplossingen bedenken. Dus dat is een heel belangrijk punt. Ja, juridisch spoor. Ja, van die lozingsvergunning, daar heeft iedereen al over gehad. We zijn druk bezig met bezien, herzien. En dat is best lastig. Dat is best lastig. Ik ben geen jurist, maar ik vind het zeer complex. En als ik het zo lees, dan vinden de bedrijven het ook zeer complex. Grote bedrijven hebben een hele mooie afdeling, kleine bedrijven niet. En die moeten het allemaal zelf doen in een vrije tijd. Of met het inhuren van een adviseur. Dus het is best lastig. Daarom willen we die mensen ook wat bieden. Die stoffenlijst, daar hebben we ook net over gesproken, wat het nou precies gaat worden. Voor het bedrijfsleven betekent ongeveer 16 stoffen waaraan gewerkt moet worden. De rest van die 42 is eigenlijk landbouw en veeteelt. Nou, en dit is eigenlijk het belangrijkste waar ik met jullie over wil praten, wat ik jullie wil meegeven. We zijn bezig dus met het opstellen van een self-assessment. Dat betekent dat bedrijven bij het bezien van een vergunning kunnen gaan kijken van eigenlijk in een vragenlijst van 10 vragen kunnen gaan kijken wat loos ik nou, waar ben ik mee bezig. Dat hele palet wat er nodig is voor het bezien en herzien van een vergunning kunnen doornemen en dan, als ze dat doorgenomen hebben, gezamenlijk met hun bevoegd gezag, dus in dit geval directe lozingen, het RWS of de waterschappen, gaan kijken wat er nog moet gebeuren. We zijn met die pilots bezig. En daar komt uit, wauw, dat is ingewikkeld. Dat is heel lastig, zeggen die bedrijven zelf. En dus, we zijn het verder ontwikkelen. Gisteren heb ik met de VNCI gesproken, de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. Toch een hele grote, en die echt wel weten wat lozingen zijn. Daar hebben we samen mee afgesproken dat groot helpt klein. Dat de grote bedrijven, de grote chemische complexen, die gaan proberen de kleine leden van de VNCI te helpen met dit assessment en dit in te vullen. En te zorgen dat die
ook die vergunning kunnen krijgen. Jongens, want de bedrijven is de backbone van onze samenleving. Geen bedrijven, geen belasting, geen waterschappen. Ja, zo simpel is het. Ik bedoel, kunnen we met z'n allen al gaan kijken dat het allemaal anders moet. Maar daar zal toch iemand belasting moeten betalen. En van het bruto nationaal product wordt niet verdiend met mensen zoals ik die wat zaaltjes komen bijpraten. Nee, ik bedoel, er zal iets geproduceerd moeten worden. En de chemische industrie in Nederland is groot, dat weten we ook allemaal. Gas was gratis. We hebben ze allemaal naar hier gelokt om hier te komen zitten, want dat was werkgelegenheid en bruto nationaal product. Dus vandaar. Dat is wat de zelfscan betreft. Dus dat is echt voor de directe lozing. We proberen dan nou ook, samen met Peter de Putter, die de meeste van jullie ook wel kennen, ben ik nu ook aan het proberen, hij wat meer dan ik, want hij is jurist, om een zelfscan te ontwikkelen voor indirecte lozingen. En dat is veel ingewikkelder. Niet omdat die lozingen zo ingewikkeld zijn, nee, omdat de mensen die dat moeten invullen, niet de capaciteit te hebben en de kwaliteit te hebben die een groot bedrijf heeft, die een afdeling milieu hebben en die dat gewoon doen. Dus dat is ook weer een heel staaltje, maar dat, weet je, we zijn ermee bezig. Ik bedoel, Keulen en Aken is niet op één dag gebouwd en ik hoor van de Belgen dat we 2039 hebben, dus we hebben nog een tijdje. Nee, maar zonder gekheid, ik bedoel, we zijn inderdaad te laat begonnen, maar we zijn nu flink aan de slag om het gewoon verder te krijgen. Die waterscan is specifiek bedoeld voor branches. Dus dan ga ik naar de Metaalunie of naar de BOVAG, een paar van die grote clubs, om te vertellen van, joh, dit is wat we zien, de tendens, metaalbedrijven, dit en dit. Gaan we kijken hoe we die kunnen helpen om die indirecte lozingen en die lozingen bij de branche naar beneden te krijgen. Maar alles valt en staat met de samenwerking tussen omgevingsdiensten, waterschappen, Rijkswaterstaat, dus ook INW, en de bedrijven. En we staan samen voor die opdracht. En het is best moeilijk, want ik kom erachter dat het best lastig is. Er zit ontzettend veel wantrouwen uit het verleden. Maar dat zit bij heel veel van heel veel dossiers in Nederland. Daar moeten we doorheen bijten en we moeten dat samen gaan oplossen. En dan hebben we in ieder geval, dat weet ik 100% zeker, in 2027 een goed verhaal naar Brussel toe. En zeggen we, joh, niet alle 745 watergangen hebben we gehaald, maar een groot deel wel. En als we dan one out, all out ook nog een beetje kunnen veranderen, ik denk dat we dan echt een heel eind zijn. Volgens mij is dit wat ik jullie wil vertellen, kort. Oh nee, er komt nog meer aandachtspunten, uitdagingen, ja. Maar misschien, Jan, kan je niet samenvatten, wat is nou je oproep aan de zaal? Of wat heb je, wat heb je nodig? Samenwerken. Ik bedoel, jullie hebben allemaal bedrijven in jullie regio, ga samenwerken. We komen ook bij verschillende waterschappen langs. Ik denk dat sommigen hier in de zaal dat best weten. We hebben al gesprekken mee gehad. Morgen heb ik volgens mij een gesprek met Rijnland, als dat kan, over een werksessie te organiseren met bedrijven in de regio. Indirecte lozing, directe lozing. En het waterschap. En eventueel de omgevingsdienst. En wat ik tegen jou al zei, capaciteit en kennis is te koop. En het is een kwestie van prioriteiten stellen. Dat is heel belangrijk. We moeten ook prioriteiten stellen. Prioriteiten, mens en kapitaal, mens en middelen volgen prioriteiten. En juridische procedures, jongens, stop ermee. Want alleen de Zuidas wordt rijk. En die mensen die hoeven het geld niet te tellen, die kunnen het geld gaan wegen. Die verdienen zoveel. Dat is gewoon echt, daar moeten we onszelf toch niet mee bezighouden. Dat is gewoon echt, juristen heerlijk. Ik ken er genoeg en die hebben andere vakanties dan ik. Goed, ja. Ja, en dan, zien we van maatwerk, maar gewoon, mijn ding is samenwerken. Doe het samen, samenwerksessies organiseren met bedrijven. Kennis inhuren, adviesbureaus hebben genoeg kennis ook. Inhuren en gewoon het... de middelen juist inzetten. Mooi. Jan Fokkens, dank je wel. Ik vond het mooi dat je je presentatie begon. Je gebruikte heel vaak het woord gewoon. Dat moeten we gewoon doen. Dat moeten we gewoon regelen. Moeten we gewoon regie op hebben. Maar je sluit af met hoe moeilijk het ook eigenlijk is. En dat samenwerking de sleutel is. Die herken ik helemaal. Waarbij ik ook weet dat samenwerking ook niet heel erg makkelijk is. Ik zie hier een reactie van Anne, maar eerst staat Cora helemaal achter in de zaal. Dankjewel, ik ben van de Omgevingsdienst. Ja. En je voelde je aangesproken? Nee, hoeveel meer mensen zijn hier van de Omgevingsdienst?
Oh, ja, ja, ja. De verantwoordelijkheid van de tak rust op jouw schouders. Nou, en ik vind het ook wel heel interessant, want wij willen... Ik ben van de Omgevingsdienst van het Noordzeekanaalgebied. En welke Omgevingsdienst ben je? Noordzeekanaalgebied. Noordzeekanaal, oké. Okay. Goed. En ik vind het wel interessant, want een van de dingen die wij dus heel graag willen... is inderdaad die bronaanpak. Dus met bedrijven gaan kijken van hoe kan je nou die troep eruit halen? Of in ieder geval voorkomen dat het erin komt. En dat is ook super fijn voor die RWZI's namelijk. Ja. Want als die ze niet krijgen, hoeven we die ze er ook niet uit te halen. Kost ook veel minder energie. Is allemaal veel duurzamer. Dus ik zou eigenlijk toch wel heel graag de uitnodiging aan willen gaan... om met jullie aan de slag te gaan. En de Omgevingsdienst heeft daar ook echt wel oren naar. Om te kijken hoe kunnen we dat dan samen met de waterschappen en met jullie... eens heel goed gaan nadenken over die bronaanpak. Hoe halen we die troep... eruit. Nee, sorry. Hoe zorgen we ervoor dat het er niet in komt? Ja, jullie hebben natuurlijk een leuke uitdaging. We hebben een leuke industrie daar. En die willen we heel graag aangaan, die uitdaging. En we willen ook, en ik heb laatst met de DCMR gesproken en gezegd van joh, we gaan gewoon zo'n sessie organiseren met alle bedrijven, indirecte logen. Gewoon, weet je, informeren. Dan komt het werken vanzelf. Dan gaat het vanzelf rollen. Er is ook een heel goed pilootproject, heb ik geleerd, in Noord-Holland geweest over hoe ook waterschappen en omgevingsdiensten daarin nog veel beter samen kunnen werken om die capaciteit die daarvoor nodig is, zowel in kwantitatief als in kwalitatieve zin te organiseren. Ik zie een laatste vraag bij Anne en dan gaan we snel naar de pauze. Ik loop ook al een tijdje mee. Toen ik studeerde in de tweede helft van de jaren 80, ging een heleboel van mijn medestudenten naar adviesbureaus en die gingen stoffenbalansen van industrieën opstellen. Ik weet niet meer wat het echt de technische term is. Dat was ook bedoeld om te zorgen dat er geen vervuiling in de omgeving kwam. Hoe is het met die stoffenbalansen afgelopen? En had dat ook niet kunnen bijdragen aan het voorkomen van vervuilingen? Ja, in de jaren 80 studeerde ik ook nog. Eind jaren 80 ging ik gewoon olie boren. Ik ben origine geoloog uit de olieindustrie. Dus die stoffenbalans, ik ken ze. Van mijn tijd van de milieuadviesbureaus. Ja, die werden... Ja, ik weet het. Daar kan ik gewoon geen goed antwoord op. Volgens mij zit er een adviseur. Ik hoor touw in de zaal. Misschien dat die het goed kan beantwoorden. Ik weet het niet. Kijk. Ja. Nee, daarom. Dat kan ik ook niet goed beantwoorden. Ik weet het niet van touw. Nee, ik ben ook zo'n oudje. In 1990 hebben we ooit een driedaagse conferentie gehad in Apeldoorn met Kees Moons, misschien zijn naam. Ja. Jongens, voordat we de reunie over de integrale milieutaakstelling in industrie voor het jaar 2000 en 2010. In 2010 zijn we het allemaal duurzaam zijn en opgelost. 2000. Dus ja, eigenlijk hadden we hier helemaal niet moeten zitten. Ja, nee, dat zijn we niet dingen. Ja, nee, het is van die code en bie-verhalen. Wat ik in ieder geval heel mooi vind is dat. Ook ik ervaar dat vanuit het bedrijfsleven echt een bewustzijn is gekomen. Of dat er nou eerder had moeten zijn of niet, dat doet er niet toe. Het is er dat dit ook gaat over de license to operate. Ja. Als jij zegt, Jan, hier hebben we samenwerking voor nodig en we zoeken dat als bedrijfsleven op. Dat is wat ik ook herken, ik zat maandag bij de VNCI en daar is hetzelfde gesprek gevoerd. Dus laten we op die lijn verder gaan. Jan, dankjewel voor je presentatie.